Wow. Stop. Yep, gelijk. Kijk voor Lani hun nieuwe website. Is nu nog makkelijker. Ik ben letterlijk de hele dag erop. Onze website is van nu. So click it anywhere. Or anytime. Hallo, goedemiddag. Goedendag. Spreek met de driver van Kepelani. Hey, we staan bij u voor de deur. Click it anywhere, anytime. Troy, hoe is dit bezig? Oh, sorry. Goedendag en welkom bij een andere aflevering van Q-Time. Shaquille Botse is vandaag mijn gast. Hij is een jongeman die zich ook door coronatijd heeft laten inspireren om zijn passie te gaan volgen. Kijk mee naar het verhaal van Shaquille. What needs a little Q-Time? Shaquille, goedemorgen en welkom in Q-Time. We gaan vandaag kennis maken met jou en met je hobby. En dat is namelijk tekenen. Vertel ons een beetje over jezelf. Hoe oud ben je? Wat heb je allemaal al gedaan in je leven tot nu toe? Voordat we bij je passie tekenen komen. Ja, zo, dankjewel. Nogmaals, en ik ben blij om er te zijn. Mijn naam is Shaquille Botse, zoals u zei, en ik ben 27 jaar oud. Surinamer, vanaf jongs af. Mijn hele leven lang, laten we zeggen, ik hield altijd van tekenen. Ik was altijd goed erin. Het is gelukkig een soort talent dat mee is gekomen van mijn families kant, van mijn vader. Maar dat ding is, ik had er nooit echt de tijd ermee door, je weet. Mensen hebben soms een drukke leven, of dan heb je school of werk en daar raak je zo in focus dat je niet echt de tijd hebt om je eigen creatieve kant naar buiten te laten gaan. Laten we zeggen, over de jaren heen had ik dat dus niet. Maar ik had er altijd een gevoel in mij om het, laten we zeggen, hoe zou het zijn als ik meer tijd aan dit gedeelte van mezelf zou focussen. En hoe bijvoorbeeld recentelijk afgelopen jaar de pandemie is wel lastiger van, maar het heeft op een bepaalde manier ook gezorgd dat, net als ik, een aantal jonge, laten we zeggen, artiesten, mensen die hun eigen onderneming willen starten of gewoon iets willen doen, maar gewoon de tijd niet ervoor hadden, dat ze nu er meer op konden focussen. Dus ik dacht, laat mij ook even met mezelf dat doen, zodat dat heb ik gedaan, want je weet nooit wanneer de kans voorbij gaat. En, als je ooit weer de kans krijgt om dat te doen. Ja, oké. Okay. Dus het is toch wel je passie heeft je eigenlijk wel geroepen. Dus dat is wel duidelijk. Ja. Want het moet sowieso iets zijn dat je leuk vindt om te doen. Want iedereen zegt altijd van als je iets doet, doe het liefst omdat je het leuk vindt. Maar anders doe het gewoon liever niet. Ja, klopt. Ja. Maar je hebt gezegd dat in de pandemie je eigenlijk echt bent begonnen om meer tijd te geven aan... aan je tekentalent. Wat deed je daarvoor? Ja. Ik ben, laten we zeggen, nou, ik hoor van om in de customer service wereld te zijn. Mm-hmm. Dat is namelijk iets waarin ik mijn hele leven lang goed in ben geweest. Ik was daarvoor bezig, namelijk in de customer service wereld. Ja. Diverse plekken bij de frontdesk en dat heeft me ook geholpen met mijn zelfopbouwing als persoon. Maar naarmate ik aan die kant van de balie ben, vroeg ik me altijd af van als ik alle andere artiesten hier zie, ze zijn er zo blij met wat ze doen. En ze zijn er zo gefocust en het lijkt alsof ze een pret aan hun leven hebben, een ander nieuw ontvangen pret. En ik vroeg me altijd af hoe dat zou zijn als ik die stap zou nemen, maar ik was er altijd bang voor. Want het is gewoon iets dat je weet voor jezelf. En als je het doet, weet je dat je dat vulling voor jezelf al hebt gekregen. Ja. En uiteindelijk met de lockdown ook, heeft dat ook ervoor gezorgd. Ja, maar heb je nu volledig eigenlijk een vaarwel gezegd tegen het andere deel van je carrière? En ben je nu helemaal gefocust op tekenen? Of doe je nog allebei? Ik probeer het. Dus nu, aan het begin, hoe ik erbij ben begonnen nu. Ja. Probeer ik nu wel de aandacht meer even te geven aan mijn schilderijen, want het vergt heel veel tijd natuurlijk.
Maar ik wil natuurlijk dat gedeelte van mij niet opgeven. Het is natuurlijk iets dat je altijd uniek maakt aan jezelf. En je probeert op een manier de combinatie te vinden van al de goede gedeeltes. Van wat jij wilt in jouw leven. En dat uiteindelijk wil ik dat wel doen. Dus ja. Ik wil het niet wel opgeven. Maar okay. Misschien later. Je hebt dan gezegd dat je altijd van tekenen hield. Of je was daar ook altijd goed in. En je hebt ook gekozen voor een bepaalde tekenstijl. Hè? Want je bent kunstenaar. Maar er is toch echt wel een specifieke stijl die jij hebt gekozen. Vertel ons een beetje meer daarover. Nou ja, het is wel een stijl dat ik zie in al mijn tekeningen wel. Ik probeer het wel te variëren. Want hoe mijn schilderijen werken. Het gaat afhankelijk van wat de klant hun inspiratiepunt is. En bij mij is het belangrijk als jij mij kan vertellen, in jouw eigen woorden, of in foto's of maakt niet uit, wat voor jou belangrijk is en het kan dat ik voor jou op de kant moet zetten. En zolang dat goed overgebracht wordt, dan doe ik wel meestal mijn best om met mijn tekenstijl dat te verwerken op canvas. Oké, okay. Maar je wil in principe is het wel de bedoeling dat je dus in opdracht werkt. Dus dat je opdrachten gaat vervullen. Ja. Dat is wel je bedoeling. Nu is het wel recentelijk zo, ja. Want ja. Ik heb veel opdrachten gekregen recentelijk. Maar ik hoop wel natuurlijk mijn eigen kunst. Ja. Want dat doe ik ook nog, maar natuurlijk met de opdrachten dat ik moet doen, dat ik niet zoveel tijd daarvoor krijg. Mm-hmm. Maar stukjes deel ik daar wel in, dat ik gedeeltelijk bezig ben met mijn opdrachten en ook gedeeltelijk met mijn eigen kunstwerk. Ja. Zodat ik ook aandacht goed kan uitsplitsen daar. Ja, oké. Okay. Maar het is wel je ambitie om uiteindelijk gewoon fulltime kunstenaar te worden? Ja en nee. toch nee. Ik had wel ja verwacht. Nee. Dus, ja. Ik wil dat sowieso worden, maar fulltime in de zin van dat ik er volledig met mijn aandacht voor ben, dat sowieso. Maar ik moet wel zeggen, misschien in mijn toekomst. Misschien moet ik mezelf misschien een gedeeltelijk, klein gedeelte, misschien focus op iets anders. Want ik heb gezien bij mij als persoon dat ik mijn aandacht veel andere plekken soms kan zetten ook. En dat ik veel interessepunten heb. Ja. En wie weet, misschien kan ik het in de toekomst ook combineren met mijn kunst. Je hebt me een paar van je tekeningen laten zien, dus daarom stel ik die vraag over stijl. Omdat je eigenlijk niet echt met kleuren werkt. Hè? Althans, wat je me hebt laten zien, was toch wel meer een beetje focus op zwart-wit. Heb je ze bij de hand, zodat we ze kunnen sharen met de kijkers? Ja, en dan dus, mag je ons vertellen wat je inspiratie is geweest op je gedachtegang achter de tekeningen. Nou, laat eens zien. Kijk, dit is er ook een van mijn eerste tekeningen. Ja. Kijk, ik ben meer ook begonnen met zulke zwarte tekenen, omdat ik sinds jongsdag al dat deed met gewoon een normale potlood in de klas. Mm-hmm. Ja. Maar ik zag ook dat ik veel, laten we zeggen, sterker daarin was. Ja. Dus, en soms krijg je ook veel meer emotie van een zwart-witte tekening dan iets met kleur. Als ik naar die tekening kijk, kan ik me daarin terugvinden als je dat zegt. Ja, ja zo zeker weten. Wat kleur was, ja. Klopt. Ze was namelijk niet echt als inspiratie, maar een leuke foto dat ik op social media ergens zag, maar het bleef met mij. Omdat op de denkwijze dat ik was toen de tijd in mijn leven, dat het resoneerde. Ik leek een beetje rust op met iemand die denkt of het staat gewoon mooi bij mij zo te zeggen. Ja, het is wel maar heel sterk hoor. Maar dus je hebt hem overgetekend van een foto die is bijgebleven en daar heb je dus je eigen idee aan toegevoegd, zeg maar. Precies, ik heb hem bijgezet met het inspiratiepunt van een ander. Ja, deze is wel van een, laten we zeggen, een live foto die ik zag van een landschap. En ik heb het altijd gehad met kastelen, vooral oud model kastelen. Ik vond ze altijd uniek en apart om te zien. Ze hebben ergens in je vorig leven of zo. Ja, misschien in mijn vorig leven werkte ik in een kasteel. Misschien. Nee. Ja. Maar heel dit apart. Was meer het is meer een gedachte van een plek waar we gaan als het gevaar komt. Gaan we naar een safety plek.
Ja. En in mij was het altijd van niks is veiliger en steviger dan een oud kasteel. Vooral in de oude tijden, waar mensen altijd tijdens oorlog met daar te gingen. Okay. Ik zie dat ik goed nu erover praat. Veel van mijn inspiratie soms ook komt van de series en de tv dat ik kijk. Want ik ben wel opzet. Een beetje met alles dat van, is van de, laten we zeggen, mediawereld. Want er zit veel inspiratie erin. Dus bijvoorbeeld, als ik kijk naar een goede serie en die inspiratie van een bepaald persoon of karakter blijft met mij. Dit was ook ongeveer net als dat, want dit was ook ongeveer gedeeltelijk van de serie. Ja. Maar als dat verhaal me goed pakt, dan kan ik me zo dieper in leven dat ik in feite mee ga en dat idee van daaruit komt. Mm-hmm. En bijvoorbeeld deze is ook een idee, ik weet niet of u het duidelijk ziet. Ja, ik zie het wel goed hoor. Ja. Ja. Deze laat me denken. Deze wat er in feite is, is een vrouw. Ik ga het gewoon verhaal makkelijk vertellen. Het is een vrouw die heel geliefde van haar heeft geschoten en ze is in de gevangenis beland, maar ze heeft er geen spijt van. Ah, dat is duidelijk. Ja, dat was ook een van de series van, het is meer dat we zeggen, dat het bleef met het idee van een vrouw die zichzelf heeft verloren en ze heeft er geen spijt van wat ze heeft gedaan. Dus hoe ze in de boeien zit, dan rookt ze de sigaretje en daar zit ze uit te leggen van hoe het daar helemaal niet doet. Oké, wauw. Ja, very nice. Het is meer een landschap, want dat zie ik dat roet meer in mijn architectuur liefhebbing. Want ik heb ook een lief... ik heb interesse ook in de architectwereld. En dat gaat volgens mij ook altijd met mij beleven. Dus oud gebouwen, unieke gebouwen. En ik hoop dat ook iets ook in mijn... Met een schilderij om niet te verwerken, ja. Oké, en dit teken je gewoon uit de vrije hand. Je zit daar en het komt in je op en je begint te tekenen. Wauw, knap hoor. Echt ongelooflijk. Ja, very nice, very nice. Ben je ooit van plan om een keer jouw tekeningen en schilderijen misschien te exposeren? Heb je daar over nagedacht? Is wel altijd een droom van mij geweest. Ja. Hoe ik recentelijk pas ben begonnen met dit gedeelte meer focus erop zetten. Kijk ik stapsgewijs wat ik kan doen om mezelf daar te brengen. Want ik word ook wel gevraagd, well, waarom hoor je niet de expositie? Of waarom werk je niet bij ReadyTex? Of doe je iets? En ik wil dat wel doen. Ik probeer het gewoon nu op de juiste manier aan te pakken, zodat ik het juist kan doen. In de toekomst wil ik niet dat het artistiek gedeelte van Suriname wegdreef. Snap je me? Want er is meestal een soort druk geweest voor mensen mijn leeftijd om bepaalde richtingen te gaan in de zin van, door de gemeenschap soms hoor, gewoon van je moet zo'n richting studeren, of je moet dokter worden, of je moet econoom worden, of iets elders dat relevant is. En als je meer gaat focussen op het artistiek, tenminste vroeger althans was dit een beetje meer zo, dat als je dat doet, dat het niet zo belangrijk is. Maar over de jaren heen moet ik altijd zeggen dat Suriname meer die stap neemt om, laten we zeggen, meer artistiek awakened te worden. Ja. Want ik zie vele exposities die worden georganiseerd. Vele, laten we zeggen, evenementen die omcirkeld zijn rond artiesten en hun schilderwerken of kunstwerken worden gecelebreerd in feite. Dus ik moet wel zeggen dat dat wel een... Ik ben blij om dat te zien, die groei. Ja. En dat in feite zo ver kan gaan dat zelfs op de universiteit er meer aandacht wordt geschonken aan richtingen en laten we zeggen richtingen en ideeën waar je kan gaan om je kunst en je art te verwerken. Mm-hmm. En dat heb je al in feite bij AHKCO, als ik me niet vergis. Heel goede school. Maar we hebben meer als die instanties nodig, vind ik persoonlijk. Ja. Want je kan kunst verwerken in een aantal... de professionaliteit uit marketing, sales, de economische kant zelfs. Maar ik kan het in feite overal toepassen. Het hangt er gewoon af van jou en hoe jouw stijl is, hoe je dat in kan laten verwerken. Ja. Dus dat is altijd ook een droom van me geweest.
Shaquille, je hebt een heleboel dromen vandaag hier neergelegd bij ons. Dus je hebt ze in ieder geval alvast in de kosmos gegooid. Corona heeft je op je pad gebracht waar je naartoe wilt. Het is heel erg duidelijk wat jouw aspiraties zijn. Ik wens je heel erg veel succes. Maar wat ik heb gezien daar met het talent dat je hebt, heb je genoeg om te ontwikkelen en genoeg om inderdaad de Surinaamse kunstwereld te bieden. Dus ga door, blijf ontwikkelen. En net wat je zei, het gaat om dat je iets doet waar je happy van wordt. Dat is uiteindelijk wel het belangrijkste. En zoals je het net mooi hebt verwoord, niet traditioneel beroep kiezen wat je moeder en je vader of je buren of je tante of je oom vindt dat je moet gaan doen, want dat alleen maar is waardig. Nee, het gaat om happy zijn met wat je doet. En natuurlijk ook wel een boterham kunnen verdienen, dat is ook wel belangrijk. Dat sowieso. Oké, okay. Goed. Ik kijk uit naar jouw uitnodiging voor je eerste expositie. Ik weet niet wanneer het komt, ergens in de toekomst, maar ik ga erop wachten en dan kijken hoe ver we zijn. Ja. Hoe ver je bent gekomen tegen die tijd. Ja. Ja? Oké. Okay. Ik ga niet wachten, het komt zeker. Ik wacht op de uitnodiging. Ik wacht hier. Ik zit hier en ik ga wachten tot je zover bent. Maar heel erg veel succes. Oké. Dankjewel voor het gesprek. Geen probleem. Ja? Ik wens jullie ook al een goede dag. Dankjewel voor het mogen hier hebben. Graag gedaan. Is goed. Thank you. Bye. What we need is a little Q-time. Tot zover het gesprek met Shaquille Botsen. Hij heeft een passie en daar gaat hij echt achter. Zeer getalenteerde jongeman met een duidelijke visie voor wat hij wil. En ongetwijfeld zal ook zijn weg van het kunstenaar zijn in Suriname. En alle voornemens die hij heeft, ons allemaal ten goede komen. Bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time. Tot de volgende keer. Wauw! Schat, je hebt gelijk. Kepelani, hun nieuwe website, is nu nog makkelijker. Ik ben letterlijk de hele dag erop. Onze website is van nu, so click it anywhere. Or anytime. Hallo, goedemiddag. Goedendag, spreek met de driver van Kepelani. Hey, we staan bij u voor de deur. Click it anywhere, anytime. Roy, where's this visa? Oh, sorry. Wij doen elke dag ons best om het beste te presenteren via Supreme TV. Hopelijk geniet u ervan. If so, subscribe, like en share.